Goedemiddag, dames en heren, en welkom bij de webinar van de klantreis. Ik ben Jamie, commercieel manager bij AFAS hier in België. En ik ben Lien, ik ben ook in het commerciële team bij AFAS, dus de inside sales die wij doen. En ik ga de eerste trajecten opstarten, de eerste salesgesprekken voeren, alvorens dat we alles doorgeven aan onze salescollega's. We gaan jullie het komende uur meenemen binnen de mogelijkheden van onze CRM, meer bepaald van de aanvraag van de mogelijke nieuwe klant tot en met de order. En dat proces willen jullie ook graag tonen. En dat proces gaan we aan de hand van onze eigen omgeving laten zien, dus op de manier waarop de AFAS werkt. Weet dat we een projectorganisatie zijn, dus voor niet iedereen gaat het op dezelfde manier, maar probeer er een aantal zaken uit te pikken die voor jullie relevant zouden zijn en probeer zo geïnspireerd te geraken om uiteindelijk jullie proces ook verder te optimaliseren. Dus het doel van vandaag is dat we de demo laten zien, wat ik net zei. We hebben die opgekort of ingeknipt in een aantal onderdelen waarbij we eerst een presentatie geven van het proces en dan gaan we meteen door naar de demo. Nadien laten we ook de integratie van Spotler zien, is onze e-mail marketingcampagne of een marketing tool voor de mailings uit te sturen. Dus daar gaan we ook kort een introductie van geven op welke manier dat die geïntegreerd zou kunnen worden. We laten natuurlijk ook een stukje rapportering zien. En we gaan nadien, als de klant of de prospect eindelijk klant is, gaan we ook laten zien op welke manier dat we die in de watten blijven leggen en welk effect dat dat mogelijk op de sales zou kunnen hebben. Het proces waar we jullie in willen meenemen is in de hoofdlijnen. Dan zal ik nu even beschrijven. De prospect die een aanvraag doet op de outside, ons klantenportaal. De inside sales die die vraag behandelt, beoordeelt verderop volgt, uiteindelijk daar een afspraak probeert te boeken. De sales die de forecast daarin verder blijft opvolgen tot uiteindelijk de order die getekend wordt om dan over te dragen naar onze consultancyafdeling. De eerste stap, dat zal de aanvraag zijn. Dus vanuit onze outside zal de prospect een aanvraag doen. Die wordt beoordeeld, want we willen niet iedere 1-1-ad-1-1 of de Jan Janssens allemaal in onze database hebben, maar we willen legitieme bedrijven graag in de organisatie hebben in de database. Die gaan we aanmaken in combinatie met Graydon, dus de integratie van Graydon die we opzetten. En die gaan we uiteindelijk opvolgen tot uiteindelijk de afspraak en dan de overdracht naar sales. Om uiteindelijk dan inderdaad die afspraak in te plannen, de overdracht naar sales te doen, die dan verder de sales kan opvolgen. Ons platform, we gaan voornamelijk vanuit Insight werken vandaag. Alle zaken die je vandaag ziet zijn ook toegankelijk via onze mobiele app, maar onze focus ligt natuurlijk op de Insight. Dit is vanuit onze eigen omgeving, dus probeer dit te vertalen naar jullie eigen organisatie, om daar de zaken uit te pikken die voor jullie relevant zijn, om te zien op welke manier dat je daar binnen jullie eigen bestaande omgeving of misschien nog op te zetten CRM-module een aantal ideeën van kan gebruiken die voor jullie dan van toepassing zouden zijn. Dus bij deze, dit is het eerste stuk wat we graag willen presenteren. En dan geef ik het woord aan mijn collega Lien om dit live vanuit de demo of vanuit onze omgeving te laten zien als een kleine demo. Dankjewel, Jimmy. Ja, Jimmy zei het al kort, hè, dus alles wat ik vandaag aan jullie ga laten zien wordt uit onze live omgeving getoond. Dus het gaat ook echt zijn hoe AFAS te werk gaat. Uiteraard, alles kan aangepast worden naar jullie eigen wensen, maar dit is hoe wij bij AFAS zelf te werk gaan. Dus je begint op onze outside. Het is gewoon onze website, die inderdaad in outside gemaakt is. Hij gaat altijd op een van onze portalpagina's aan de slag gaan met een download de brochure knop. Als we hierop klikken, dan komen we op de pagina waar je gegevens kan achterlaten. Wij vinden het vooral belangrijk dat je als achternaam, dat je achternaam in je organisatie achterlaat, om daarmee aan de slag te gaan, maar uiteraard kunnen hier ook andere velden gevraagd worden. We gaan dat meteen even live doen. Ik ga dus een brochure downloaden en ik ga dat doen uit naam van mevrouw Janssens, die bij de organisatie AleaMed werkt. Ik ga ook mijn telefoonnummer achterlaten. Dan kunnen we later de opvolging doen. Voilà. En als ik hier op bekijken klik, dus ik laat mijn gegevens achter als prospect, dan kom ik hier meteen op de pagina waar ik de brochure kan openen en kan downloaden. Als prospect krijg jij gewoon jouw brochure. Als inside sales medewerker, dus als commerciële medewerker, krijgen wij meteen een taak in onze takenlijst. Dit is die takenlijst. Ik heb nu gefilterd. We gaan dus even refreshen dat we die laatste download zien binnenkomen. We weten dat de brochure download in ons geval dus de brochure betekent. Dat kan in eender welk geval gewoon een aanvraag zijn die als aanvraag binnenkomt. Dus hoeft niet per se die brochure te zijn, kan gewoon een specifieke aanvraag zijn.
die ingestuurd wordt vanuit Outside. Voilà. Dus je ziet er ook die lijst staan. Je ziet er al die laatste, die is net binnengekomen, die brochure download. Maar zoals je ziet, kunnen dat ook contactpersonen zijn die nagebeld moeten worden. Of mensen die zich voor een of ander event hebben ingeschreven of KV Mechelen zijn, op KV Mechelen zijn geweest. Dus alle acties die we op Inside Sales gaan doen, vinden we hier terug. Dus we starten bij die brochure download die we net zien binnenkomen. Dus we gaan die openen in ons takenlijstje. En dan komen we in onze aanvraagcommercie. Dus die gegevens die mevrouw Janssens zo net heeft achtergelaten bij haar download, zien we hier ook staan. En we zien hier een aantal zaken die we kunnen gaan doen. Dus het belangrijkste, de eerste stap in het volledige sales traject, is uiteraard die CRM-database updaten. Dus we gaan beginnen met Aleamed en mevrouw Janssens toe te voegen in onze CRM-database. Hoe doen we dat? We gaan hier het verwerken van de persoonsgegevens doen. En dan krijgen we de optie of dat we die koppelen aan een persoon of aan een organisatie. Kan dus aan een organisatie gekoppeld worden die al in onze CRM-database staat. Dus bijvoorbeeld met iemand waar we in het verleden al contact mee hebben gehad. Of bijvoorbeeld een klant die downloadt. Maar in dit geval, Aleamed staat nog niet in onze database, dus gaan we die zelf toevoegen. We gaan dat op deze manier doen. Dus we hebben een Belgische organisatie die we gaan toevoegen. En dan komen we in het aanmaken van die verkooprelatie. Jimmy gaf het al even aan, dus we hebben sinds kort ook een Graydon-koppeling. Graydon is dus de online database die eigenlijk alle organisaties en alle hoofdkantoor, dus die geeft ook hier aan waar het hoofdkantoor zich bevindt. En hij neemt al meteen de gegevens die hij online vindt. Dus we gaan in dit geval het vestigingsnummer mee overnemen. En je ziet dan dat het systeem automatisch door die koppeling alle gegevens vult. Dus het adres is gevuld, we hebben hier de website die gevuld is, we hebben een telefoonnummer, een vestigingsnummer staat ermee in. En de BTW-nummer moeten we momenteel nog manueel ingeven. Maar in de volgende profit-update die eraan staat te komen, gaat ook dit gedeelte automatisch mee linken. Dus voor de gemakkelijkheid vandaag heb ik die al toegevoegd, of heb ik die al opgezocht. Voilà, dus we hebben al onze gegevens die we nodig hebben. Dat zijn de eerste gegevens die we hebben. We kunnen hier ook een salesmanager aangeven, dus een salescollega die verantwoordelijk gaat zijn voor dit traject. Dat zal ik zijn in dit geval. En we kunnen hier eventueel ook nog een concurrentieinformatie ingeven, bijvoorbeeld het systeem waar ze op dit moment nog mee in contact zijn. Voilà, we gaan die organisatie aanmaken. Even zien, hij is nog aan het laden. Voilà. En dan komen we in de organisatie zelf. Voilà, dus we zien hier alle informatie die we zo net gemaakt hebben. We zien ook dat we eventueel een branche kunnen toevoegen. Dus hoe meer informatie dat je gaat toevoegen aan die organisatie, hoe uitgebreider dat je jouw CRM gaat vullen, hoe efficiënter je achteraf te werk kan gaan. Dus je kan bijvoorbeeld ook, als Aleamed in dit geval een bouwonderneming is, om een voorbeeld te geven, kunnen we achteraf op een of ander bouwdiner of een bouwevenement ook Aleamed uitnodigen. We zien hier verder ook het dossier dat volledig leeg is op dit moment. Dus stel dat Aleamed klant wordt, gaan ook deze gegevens allemaal gevuld worden. We zien ook nog geen contactpersonen staan. Dus we hebben onze organisatie. We hebben natuurlijk ook iemand die gedownload heeft. Die gaan we nog als contact toevoegen. Dat gaan we meteen doen. Voilà. Nadat je een eerste gesprek hebt gehad met die prospect, kan je natuurlijk ook meer informatie vergaren. Dus in dit geval zal het Sophie Janssens zijn, om een voorbeeld te geven. Het is een vrouw. We hebben ook haar mailadres gekregen. We gaan ook haar nummer toevoegen. Voilà. We hebben ook een taal. En ook haar functie kan je eventueel gaan toevoegen. Opnieuw, kan handig zijn als je achteraf bepaalde uitnodigingen gaat sturen of mailtjes gaat sturen, nieuwsbrieven gaat verzenden die bijvoorbeeld voor enkel de beheerders relevant zijn of enkel voor de boekhouders of zo. Kan je hier allemaal op filteren. Hier kan je ook al meteen gaan aangeven of ze graag een nieuwsbrief gaan ontvangen, maar op dat gedeelte komen we straks nog terug. Dus op dit moment hebben we onze gegevens aangegeven. We gaan ons contact aanmaken. Dus we hebben nu onze organisatie aangemaakt. We hebben onze contact persoon aangemaakt. En dan gaan we die natuurlijk linken aan onze aanvraagcommercie, onze download die daar juist is binnengekomen. Dus we hebben hier onze organisatie die we zo net hebben aangemaakt. We gaan die even linken. Dat is Aleamed. Voilà. En we gaan ook onze persoon
Wacht, hè, moet ik even zien wat ik juist zit. Het is niet BVBA, het is de andere alea met die we moeten toevoegen. Voilà. Het is in deze, het hoofdkantoor. En dan gaan we hier ons Sophie koppelen aan, onze, aan ons invulformulier. Voilà, we duwen op aanpassen. En dan gaan we terug naar die aanvraagconversie. En we zien dan meteen dat dus Aleamet, de organisatie, en Sophie, ons contactpersoon die de download gedaan heeft, hieraan gelinkt zijn. De volgende stap in het traject is natuurlijk zelf die inside sales gaan doen. Dus die eerste traject, dat eerste traject gaan opstarten, die eerste gesprekken gaan doen. We gaan dus als commerciële medewerker inside sales gaan wij de persoon opbellen. En we gaan eigenlijk elk contact dat we met de persoon hebben of met het bedrijf hebben, gaan we hierin achterlaten. Dus elke gesprek, zelfs voicemailberichten, alles wat we daarmee doen, gaan we hier noteren, zodat we eigenlijk ten allen tijde inzicht hebben in de contactmomenten met onze prospect. In dit geval zullen we nu een voicemailbericht ingesproken hebben. Voilà, ingesproken. Voilà. En we gaan onze reactie plaatsen. Het voordeel hiervan natuurlijk om op één plek alle informatie te verzamelen, is dat stel dat Lien in ons geval morgen wegvalt, ziek valt of met vakantie gaat, kan een van onze salescollega's perfect het dossier, die dan de taak op haar of op zijn naam kijkt, perfect gewoon overnemen, ziet de historiek wat er allemaal besproken is en kan van daaruit het traject verder oppakken. Voilà, inderdaad. Je ziet hier aan de rechterkant van deze aanvraagconversie ook een aantal workflows gekoppeld. Dat zijn eigenlijk acties die je kan gaan doen op die aanvraag. Zoals Jimmy net zei, kan heel gemakkelijk iemand anders verantwoordelijk maken. Bijvoorbeeld een andere collega, stel dat ik met vakantie ben, of uitval bijvoorbeeld, kan iemand anders heel gemakkelijk mijn verdere trajecten, mijn verdere opvolging gaan doen. We hebben natuurlijk ook een voicemailberichtje ingestuurd, of we hebben een voicemailberichtje ingesproken. Het systeem gaat ons heel gemakkelijk helpen met deze acties om de begindatum van jouw to-do-lijstje, om het zo te zeggen, op te schuiven. Dus we hebben vandaag een voicemail, kunnen we binnen een aantal dagen nog eens proberen. Stel dat we hem wel aan de lijn hebben, dat hij zegt, goh, komt mij niet zo goed uit, bel me morgen nog maar eens terug. Gewoon de begindatum van jouw aanvraag verschuiven we een dag, waardoor dat de CRM jou altijd helpt om bovenop jouw traject te blijven zitten. Verder kunnen we hier ook een reutaanvraag insturen. Natuurlijk, Jimmy gaf het daar juist ook al even aan. Niet iedereen die downloadt is even geïnteresseerd in de software. Er kunnen ook een aantal testjes zijn, of bijvoorbeeld klanten die downloaden. Die zijn natuurlijk al klant, die moeten we niet verder gaan opvolgen. En met de reutaanvraag kunnen we dus alle niet-kwalitatieve downloads eruit gaan halen. Dat we echt een overzicht krijgen van de lopende aanvragen. Voor de rest, voilà, we gaan het gesprek aangaan. We gaan alles wat we met die prospect, wat we te weten kunnen komen van die prospect, gaan we hierin koppelen. Dus we gaan horen wat dat de huidige processen zijn, met welk systeem ze op dit moment werken. En vooral belangrijk waarom dat ze die download gedaan hebben, waar dat ze naar op zoek zijn in een nieuw systeem. Alle belangrijke eerste gesprekinformatie die gaan wij hierin koppelen. En als het goed is, dan komt er ook een afspraak van. Die afspraak die gaan we inplannen voor onze collega's. En hoe doen we dat? We gaan hier die aanvraag gaan we aanpassen. We hebben nu een afspraak ingepland. We kunnen nu nog even gaan zeggen wie dat er verantwoordelijk is op dit traject. Dat ben ik in dit geval. We kunnen ook die begindatums, wat we bijvoorbeeld zeiden, dat die zegt van bel me binnen een paar weken terug, kan je hier jouw datum opschuiven. Maar vanaf dat we een afspraak hebben ingepland, kunnen we hier ook die afspraak gaan loggen. Stel nu dat die afspraak vandaag is, kunnen we aangeven wie dat die afspraak gemaakt heeft, wanneer dat die gemaakt is, dus ook vandaag bijvoorbeeld. En nog het belangrijkste van al is die forecastgroep die we hier gaan linken. De forecast die we gaan aanmaken is eigenlijk de kapstok voor het sales, voor de salestrajecten. Met hier op ERP Plus te klikken, het is een ERP-traject in dit geval, dus we gaan de ERP Plus forecastgroep linken hieraan en dan wordt door het systeem de forecast automatisch aangemaakt. Dus echt die kapstok van jouw salestraject. Maar daar gaat Jimmy zo meteen meer over vertellen. We gaan die afspraak, dus alle informatie van die afspraak hebben we hier. We zien hier ook dat ons contact gelinkt is. En we gaan, puur voor AFAS dan, gaan we ook een campagne linken. Die campagnes zijn er een aantal verschillende. Dus we hebben ERP-campagnes, we hebben HRM-campagnes, maar ook verdere campagnes zoals Lead Generatie of KV Mechelen of Bouwsector enzovoort. Het zijn allemaal aparte campagnes dat we achteraf perfect het inzicht kunnen krijgen wie waar heeft gedownload, hoe vaak dat gedownload is, om die conversiegraad te doen stijgen. En niet alleen de conversie natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld als KV zijn we hoofdsponsor, je geeft een bepaald bedrag aan uit.
aan sponsorship. En ook dat willen we natuurlijk meten, ook al is het niet altijd even tastbaar of even duidelijk van waar de klant of de prospect in ieder geval de aanvraag vandaan komt. Maar geeft in ieder geval voor ons wel enigszins een indicatie dat er zoveel aanvragen, downloads, afspraken en misschien wel orders vanuit KV proberen te komen. En dat evalueer ik continu. Ja. Om zo de marketinginspanningen die we doen naast KV, maar ook de advertenties, de radiospots of de tv-commercials, om op die manier te bepalen of dat het interessant is om volgend jaar opnieuw die campagne daarin te doen, om te kijken of dat we verder een specificatie daarin moeten veranderen om het meer impact te doen hebben, of misschien toch gewoon naar een ander medium gaan om die aantal afspraken toch telkens hoger te proberen te krijgen. Ja. Oké, we hebben alle informatie die we hebben, die we kunnen linken, gaan we op dit moment linken. We gaan dus alles aanpassen, alle aanpassingen doorvoeren. En dan zijn we als Insight Sales zijn we bijna klaar met heel dit verhaal. Dus we hebben onze organisatie aangemaakt, we hebben ons contactpersoon aangemaakt, we hebben alles gelinkt aan onze aanvraag. We zijn het gesprek aangegaan, we hebben alle informatie vergaard die we kunnen vergaren op dit moment. Het is een AFAS-match, dus we gaan een afspraak inplannen. Het laatste dat we nog moeten doen is dus inderdaad die forecast die gaat automatisch aangemaakt worden. En het laatste dat we gaan doen is hier deze aanvraag gaan we afhandelen. We hebben een afspraak gemaakt, we gaan die afhandelen. Dan gaat die uit ons to-do-lijstje, ons verhaal stopt hier en het salesverhaal begint. Dus met op deze knop te duwen gaat deze aanvraag afgehandeld worden en gaat er automatisch een verkoopactie bij onze salescollega's binnenkomen in hun takenlijstje. Een verkoopactie die eigenlijk op dezelfde manier werkt als dit, waar dat ze hun volledige traject in kunnen gaan opvolgen. Maar daar ga ik jou meer over laten vertellen. Dit is in ieder geval de manier waarop wij het organiseren. Dus we hebben inside sales, outside sales. Ik kan me goed voorstellen dat bijvoorbeeld de aanvragen bij sommige van onze aanwezigen gewoon rechtstreeks bij de sales komt die het dan verder verwerkt. Dus het proces kan op zich door één of meerdere personen, afhankelijk van hoe dat je het inricht, gedaan worden, maar kan ook eenvoudiger. Dus het is niet dat dit de way to go is. Achterliggend heb je verschillende workflows die jullie gewoon naar wens kunnen aanpassen. Belangrijk is gewoon dat de aanvraag die gebeurt snel opgepikt wordt, want dat geeft natuurlijk altijd een goed gevoel naar de prospect toe, dat er snel gereageerd wordt. Wij proberen altijd binnen de dag contact op te nemen na de aanvraag. Ooit is dat te snel voor een gevoel, maar weet ze in ieder geval wel dat we ermee bezig zijn om zo uiteindelijk zo snel mogelijk dat eerste contact en die eerste afspraak dan vast te leggen. Oké. Dan ga ik door naar Spotler. Dus ik heb net al vernoemd in de intro dat we een connectie hebben met Spotler. Spotler is vergelijkbaar met Mailchimp. Dat is misschien voor meerdere mensen gekend als een marketing automation tool voor e-mails. Makkelijk te kunnen opmaken en ook weer te kunnen versturen. Ik weet niet of Lien het knopje heeft gezet laten zien voor de connectie naar Spotler. Maar onder de reutaanvraag staat ook het knopje om ze door te zetten naar Spotler. Dus we hebben een live integratie met Spotler. Dus dat wil zeggen dat onze CRM-database volledig gekoppeld is met Spotler. Dat is ook real-time. Dus dat wil ook zeggen dat als er een contactpersoon bij een van onze klanten verdwijnt en een nieuwe komt, dan verdwijnt die ook in Spotler en de nieuwe gegevens worden daarin toegevoegd. Dus dat maakt dat we daar ook continu de juiste contactgegevens hebben. Alle downloads die gebeuren, die op dit moment geen afspraak worden, zijn wel mensen die toch ergens enigszins getriggerd zijn om die download te doen. Dus dat wil ook zeggen dat er misschien op dit moment niet, maar uiteindelijk een latente behoefte voor of ERP of HR-software in ons geval is. En die willen we natuurlijk wel warm houden, of in ieder geval onder de aandacht houden. En dat doen we met Spotler. Dus Spotler is enerzijds een makkelijkere manier dan bij ons kan om de mails op te stellen. En je ziet hier een aantal voorbeelden hoe die daaruit komen. De meeste van jullie die nu kijken zullen die nieuwsbrieven ook al wel eens een keer gezien hebben. Als klant kan je zelf in ons klantenportaal de mailvoorkeuren gaan vastleggen. Dat heb je net misschien gezien, want het zat onderaan bij het aanmaken van het prospect. Als klant kan je dus aangeven voor welke informatie over welke zaken je graag informatie hebt. Dat kan over ERP, HRM of de combinatie van de twee. Dat kan je zelf aankiezen. Een prospect heeft die keuze natuurlijk niet. Dus onze team commercie, onze inside sales, die gaat zelf bepalen wat voor soort klant is het. Een klant die bijvoorbeeld voor ERP geschikt is, dan gaan we dat ook aanvinken en zo gaan we proberen zo gericht mogelijk de campagnes op te zetten dat de ERP-klanten ERP-mails krijgen, HR-klanten krijgen HR. Dus dat we geen overload aan informatie gaan sturen die het er niet doet, maar dat we heel gericht informatie aan die klanten of aan die prospecten bezorgen. Maar het voornaamste doel is om die koude leads, koude prospecten, naar lauw te krijgen. En we zijn er heel erg van overtuigd dat vanaf het moment dat je onder de aandacht blijft, er gaat ergens een moment komen dat die prospect toch denkt, ja, ik ben nu toch wel op zoek naar een nieuwe software en ik ga AFAS contacteren. Dat gebeurt niet door één keer die klant of die prospect een keer te bellen vanuit TC en dan
er niks meer mee te doen. Dat gebeurt enkel door er een frequentie in te steken, dat we af en toe in beeld blijven, niet storend, maar op een regelmatige basis. Dus vanaf het moment dat we die data van die prospecten doorzetten naar Spotler, dan gaan we per type campagne een tijdlijn uitzetten van de informatie die prospect zal krijgen. En hier is een voorbeeldje hoe we daarmee omgaan. We hebben de nieuwsbrief bijvoorbeeld die in eerste instantie krijgt. Hij zou een e-book kunnen ontvangen. Een e-book is een nieuwe manier waarop wij onze marketing aan het doen zijn. Dus we willen niet ons product promoten, maar we willen eerder inhoudelijk interessante topics brengen om dan achteraf natuurlijk wel te linken aan onze software, maar niet de hard sales daar of de hard marketing daarin willen doen. Kan u weer een nieuwsbrief krijgen. We kunnen hem eens een keer persoonlijk uitnodigen voor KV, want we zijn hoofdsponsor en we hebben dus ook een loge. Dus dat maakt dat we ook weer eens op een andere manier in beeld komen bij die prospecten die dan ook eens ergens anders dan op kantoor of bij hun kennis maken met ons, ook weer met andere mensen kennis maken, om dan uiteindelijk toch eens te vragen, is het misschien toch eens tijd voor koffie, als het vanuit ons komt, of dat de prospect zegt, oké, nu zou ik misschien toch wel eens een keer klaar zijn om het gesprek aan te gaan. Wat we vooral willen bekomen, is dat op het moment dat iemand dan toch op zoek gaat, of toch klaar is om de stap te zetten naar een nieuw, in ons geval nieuw ERP of HR software, dat we daar zijn, en dat is in ieder geval ons contacteren om een keer langs te komen en dat we die kans niet laten missen. Dus dan gaan we zijn geen Spotler dealers, we werken daar alleen maar mee, dus we gaan het kort laten zien hoe dat wij daarmee omgaan. Laat het een inspiratie zijn of een idee om misschien ook vanuit jullie kant daar met iets gelijkaardigs of misschien met Spotler aan de slag te gaan. We zijn altijd bereid om dat verder toe te lichten en te laten zien hoe dat wij daarmee omgaan, wat de mogelijkheden in zijn. Maar het geeft in ieder geval een beeld hoe dat je de data die we verzamelen vanuit onze website in ons geval, wat heel erg belangrijk is, die data, hoe dat we die continu blijven doorbewerken. Ja, dan ga ik je even live laten zien inderdaad in ons Spotler-account hoe dat precies in zijn werk gaat en hoe dat wij vooral onze nieuwsbrieven gaan opmaken om die dan achteraf te verzenden voor allerlei verschillende, met voor allerlei verschillende doeleinden, zoals Jimmy al aangaf. Je ziet hier dus mijn Spotler-account. Het mooie aan Spotler is dus inderdaad die koppeling met onze CRM-database, met onze Profit, waardoor dat je perfect dus eigenlijk een lijst kan gaan aanmaken door te gaan filteren in jouw CRM-database, om het zo uit te leggen. Zo een voorbeeldje laten zien. Zo zien hier bijvoorbeeld de lijst met onze nieuwe klanten. Ik ga jullie meteen even laten zien hoe dat werkt. Dus je kan eigenlijk perfect een lijst gaan maken. Zoals je ziet, de filter. Dus je kan telkens dieper gaan filteren om echt een specifieke lijst te krijgen van contacten die jij wilt aanspreken in jouw nieuwsbrief. Voorbeeld dat ik nu laat zien, zijn de nieuwe klanten. Ze beginnen vanuit onze volledige database. Dus alle contacten die een lopend abonnement zijn of hebben, die dus effectief klant zijn, die Nederlandstalig zijn en die minder dan of gelijk aan 1 jaar klant zijn. Dus eigenlijk alle nieuwe klanten die wil aanspreken en ook nog eens alle beheerders daarvan. Dus dat is een lijstje met 89 contactpersonen die we perfect hierin kunnen gaan aanspreken. Opnieuw, ik zei het er juist al, hoe meer informatie dat je in jouw CRM-database gaat ingeven, zoals bijvoorbeeld die branche die we zagen, of bijvoorbeeld een functie op een contactpersoon, hoe meer dat je ook hierin kan gaan filteren in die Spotler-lijsten. Dus je kan perfect zeggen van, we sturen nu een keer een nieuwsbrief naar alle administratieve mensen binnen al onze architectenbureaus bijvoorbeeld. Kan je heel specifiek lijsten gaan maken. Je kan ook uitsluitingen toevoegen natuurlijk, dus bijvoorbeeld contacten die we geblokkeerd hebben, of bijvoorbeeld collega's die we eruit halen, of dubbele contacten, die worden hier allemaal uitgefilterd. Dus dat zijn de lijsten. Als je een lijst gemaakt hebt, dan ga je ook een bericht maken natuurlijk. Dus je gaat beginnen met jouw mail te maken. Ik zal een voorbeeldje geven aan onze september-update die er is uitgegaan. Voilà, dan komen we in de editor van onze mailing. En zoals je ziet, ga je eigenlijk allemaal vakken kunnen toevoegen. Dus je kan echt gaan spelen met die vakken. En elk vak kan je een aparte, of in elk vak zit een aparte template. Waardoor dat je echt heel gemakkelijk en heel gebruiksvriendelijk jouw mailing volledig kan gaan opstellen hoe dat jij het zelf vult. Hoe ziet dat er nu uit als we die effectief gaan verzenden? We zien nu dus inderdaad een grote hoofdbanner, dan hebben we een intro, titeltjes enzovoort. Maar wil je natuurlijk alleen maar afbeeldingen toevoegen in jouw mail, kan dat perfect ook. Dus dan kan je echt gaan spelen met die mail en met die lijst die je gaat verzenden. Voilà, tot zover hoe dat wij op dit moment onze mailings opmaken en versturen. Dan geef ik jou terug het woord, Jimmy. Oké.
Dan gaan we door naar het volgende. Dus we hebben net het stuk gehad van de download tot en met de afspraak. En dan anderzijds de downloads die geen afspraak genereren. Vanaf het moment dat het een afspraak is, dragen wij het bij ons hier intern over naar onze salesafdeling. De salesafdeling volgt dan in de buitendienst, volgt die dan die prospect verder op, gaat de afspraak bezoeken en gaat zo zijn forecast bijwerken. Dus een forecast is bij ons de noemer, hoe dat wij het in ons systeem noemen, hoe dat wij het hier zelf ook intern gebruiken, is de sales pipeline, de lijst van deals. Dus het is eigenlijk maar net hoe dat je het noemt, kan je ook zelf volledig aanpassen naar eigen wens, hoe dat je dat noemt. Dus een forecast is bij ons de kapstok waaronder alle informatie valt. Dus op één plek proberen wij, zeker gedurende de salesfase, zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zodat we dat uiteindelijk in zijn geheel ook weer over kunnen dragen naar onze consultancyafdeling. Dus hoe meer informatie dat we verzamelen, hoe completer het project. Dus de forecast bevat het dossier. En dus we hebben ook, net zoals dat jullie dat wel kennen, de Office-integratie, kan je ook bijvoorbeeld een mail direct opslaan op forecastniveau, stel dat het daar specifiek mee te maken heeft. Je legt ook de procentuele voortgang van zo'n traject vast. Dus dat start in principe op 0 en uiteindelijk loopt het door in verschillende stappen tot 100%. En 100% is dan natuurlijk het moment dat de order getekend is. De waarde geef je daarmee in euro's, dat je in ieder geval weet over welk bedrag de forecastregel gaat, dat je ook een inzicht krijgt in de bedragen die je uiteindelijk op termijn gaat scoren. En dan uiteindelijk ook de einddatum, wanneer gaan we die bedragen scoren. Dus dat maakt dat je, en dan komen we zo meteen ook terug in de rapportering, heel makkelijk inzichtelijk hebt. En het is natuurlijk altijd een beetje op gevoel dat je zoiets gaat vastleggen, maar dat je in ieder geval in de toekomst kan kijken welke bedragen wanneer gaan vallen en gaan we ons target daarmee dichtzetten. Indien niet, moeten we natuurlijk daar iets op doen. In die forecast leg je, net zoals die teamcommercietaak, ook een verkoopactietaak, althans zo noemen wij het, vast om ook weer die forecast op tijd en stond te volgen. En leg je dus ook de contactmomenten, de zaken die je bespreekt met de klant, leg je daarin vast. Ook die kan je op een bepaald moment in de tijd zetten, dat die, als je met de klant of met de prospect afspreekt, bel me maandag terug, dat die maandag terug in het takenlijstje komt van op te bellen. Ik weet uiteindelijk uit eigen ervaring hoe cruciaal dat het is natuurlijk om sales correct op te volgen. Als je met de prospect afspreekt, ik bel maandag om 10 uur bijvoorbeeld, dat je dan ook precies belt. En niet een dag later, dus ook niet in de namiddag, maar op het moment dat je dus afspreekt met de klant, want die onthoudt het en die maakt daar misschien wel tijd voor. En dat is ook het moment dus dat je de kans moet grijpen. Uiteindelijk onder de forecast, als het goed is, ga je ook de verte mogen uitwerken. Dus die hangt daar ook aan gekoppeld. Dus dat wil ook zeggen dat je in die forecast alle informatie kan gaan terugvinden om dan uiteindelijk te verwerken en tot een getekende order te laten doorgaan. Uiteindelijk al die informatie die zit in één gecentraliseerd systeem. Zelfs een connectie met Spotler, ook die data zouden we kunnen we rapporteren, doen wij zelf ook. Maar ik ga zo meteen de salesrapportering laten zien, hoe dat we enerzijds dan die downloads, die TC-acties gaan inzichtelijk brengen, wat daar het rendement van is, wat we in het forecast hebben en uiteindelijk de realisatie van de sales. Want daar gaat het natuurlijk om. De sales, het is goed dat er heel veel forecasts en heel veel afspraken zijn, maar uiteindelijk is het ook tool dat we nieuwe klanten scoren, zeker zoals wij nieuwe business sales zijn. En die gaan we ook inzichtelijk brengen om te kijken in de tijd hoe ver de salesmensen hier bij ons in de fase zitten van hun sales trajecte en van het jaar. Dus dan geef ik het woord weer door aan Lien, die dit stukje voor jullie laat zien. En dan ga ik zo meteen verder, direct daarna, met de rapportering. Top, dankjewel. We zagen daar juist het eerste deel in ons traject, dus die inside sales die volledig zijn ding heeft gedaan, alle informatie heeft toegevoegd, zijn eigen to-do gesloten heeft en met zijn eigen to-do te sluiten een nieuwe actie, een nieuwe taak naar onze salescollega's geeft. Dus die forecast die is automatisch gemaakt en die verkoopactie die is gemaakt. Om dit verder toe te lichten zit ik momenteel in mijn salespagina. Dus ik heb hier natuurlijk het overzicht over mijn lopende trajecten, mijn lopende acties die openstaan. En ik zie hier Alea met binnenkomen die we daar juist aangemaakt hebben. Dus als ik doorklik op mijn forecast, dan zie je alle informatie die natuurlijk onze collega's voor ons hebben ingegeven. We zien de verkooprelatie, dus de prospect die daaraan gelinkt is. We zien de contactpersoon en alle eerste nodige informatie. We zien ook een begindatum van het traject, eventuele verwachte einddatum die uiteraard kan wisselen. En we zien onderaan de verkoopactie daarin zitten. Ik ga die voor jullie laten zien, die verkoopactie. Dus onder die forecast, zoals Jim het al zei, zit dus enerzijds dat dossier, die verkoopactie en dan de offerte. Maar de offerte, daar komen we zo meteen op terug. We beginnen dus in die verkoopactie.
Het ziet er hetzelfde uit als daarjuist, die aanvraag commercie voor inside sales. En het werkt ook een beetje op dezelfde manier. Dus de outside sales gaat hier zijn volledige sales traject in bijhouden. Wat bedoelen we daarmee? Die gaat echt elk contact noteren. Dus hoe is die eerste kennismaking verlopen? Wat moeten we onthouden voor de volgende kennismakingen bijvoorbeeld? Ook voicemailberichtjes, maar ook bijvoorbeeld met welke concurrenten dat ze nog in traject zijn. Het volledige traject ga je hierin noteren. Opnieuw, om eventueel met een gelinkte workflow aan een collega te geven indien nodig, dat die perfect jouw sales traject kan opvolgen als jij bijvoorbeeld met vakantie gaat. Voor de rest, we zien hier alle zaken die gekoppeld zijn. Normaal gezien krijgen we hier natuurlijk ook de eerste informatie die we van onze inside sales collega's gekregen hebben. En voor de rest hebben we hier opnieuw die workflows die gelinkt zijn, die dagen die we kunnen opschuiven. Zoals Jimmy net zei, bel me maandag terug, zegt die prospect. Zie dat je dat zeker niet vergeet om maandag terug te bellen. En daar helpt het systeem jou op deze manier zeker mee. Dat je eigenlijk echt jouw to-do-lijstje van de dag kan zien. We kunnen hier ook een referentiebezoek aanvragen. Je kent het vast wel dat je eerst andere referenten aan het werk wil zien of andere klanten aan het werk wil zien, alvorens dat je een beslissing gaat nemen. Dat kan op deze manier. Hoe AFAS verder werkt met zijn referenties en met zijn inspiratienetwerk, komen we zo meteen straks ook nog wel op terug. Maar dat is dus via deze knop. En verder, voilà, we gaan hier telkens verder en verder in ons sales traject gaan. En als het goed is, dan gaan we ook richting die offerte. Naar die offerte toe, dus je ziet hier jouw forecast. Alle acties hou je bij in jouw verkoopactie. Maar hoe verder je geraakt in dat sales traject, hoe hoger jouw forecast gaat stijgen. Dus dit is een procentuele scoringskans, dus echt die pijplijn. En hier zien we natuurlijk hoe dat wij die pijplijn, die scoringskans, gaan laten doen stijgen. Opnieuw, dit zijn onze barema's, kunnen uiteraard aangepast worden naar jullie eigen wensen. Zal nu dat we zeggen van kijk, we gaan richting order, we hebben nog wel wat hobbels, maar het ziet goed. We denken dat hij zeker voor ons gaat kiezen. Dan gaan we natuurlijk ook richting de offerte gaan. We zitten nu in het stadium, in dat sales traject, dat die offerte opgemaakt kan worden. Dat doen we vanuit die forecast. Dus we zien hier aan de rechterkant de actie offerte sales. En we gaan die offerte aanmaken. Voilà, we zien dat meteen onze prospect gelinkt is. We zien ook een datum van de offerte die we kunnen aanpassen eventueel. En eventueel ook een project kunnen toevoegen. Op dit moment gaan we dat niet doen. Dus we hebben onze offerte die we gaan opmaken. We zien hier meteen ook de accountmanager die hier aangelinkt is, die dus op dit traject staat. We zien ook onze contactpersoon. Dit is natuurlijk de contactpersoon die op jouw offerte komt. Dus in dit geval is dat ook Sophie Janssens die effectief de download heeft gedaan. Maar dat kan doorheen het sales traject. Als je in contact komt met bijvoorbeeld een directielid of een beslissingsmaker, dan ga je die persoon als contactpersoon toevoegen op jouw offerte. Verder ga je ook dat salesinzicht krijgen. Dus het is op dit moment een ERP-traject dat we gaan doen. En kan je hier aan de rechterkant ook jouw offerte verder uitbreiden. Dus je kan bijvoorbeeld ook de scope mee afdrukken waarin informatie staat voor het verdere sales traject. Implementatietraject, sorry. Ook het type document dat kan aangepast worden. In dit geval is het een offerte. Maar je gaat ook aan jouw forecast ga je een projectprofiel toevoegen. Dat is automatisch gebeurd op dit moment. Maar dat projectprofiel gaat ervoor zorgen dat het systeem automatisch weet of dat jij nu een offerte gaat opmaken of een ander type dossier. Een ander type document. Ik kan hier telkens van afwijken. Dus sommige klanten van ons hebben een uitgebreide offerte of net een verkorte ja. offerte. Dus de layout die hier uiteindelijk uitkomt en dus ook naar de klant gestuurd kan worden, gegenereerd wordt, die ga je hier bepalen. En de type documenten die daarachter hangen, dus die hebben, of de knoppen die hier staan, hebben impact op de type documenten die achterliggend gegenereerd zullen worden. Voilà. We hebben nu de eerste basis van onze offerte. We gaan nu natuurlijk die offerte vullen. Dus hier gaan we die gedetailleerde offertelijnen kunnen toevoegen. Om het vandaag gemakkelijk te maken, zullen we werken vanuit een ERP Direct proces. ERP Direct, dat zijn de sales trajecten met de focus op de kleinere organisaties. We werken daaruit vanuit onze standaard. Dus we weten perfect voor een tiental gebruikers dat die op 450 maandelijkse licentie- en implementatiekost komt. Dus normaal gezien ga je hier veel uitgebreider te werk gaan. Puur voor dit voorbeeld houden we het voorlopig nog even simpel. We gaan onze offerte aanmaken. We gaan die voltooien. En dan komt die, als het goed is,
Even laden. Dan opent die, dus hij is nu die offerte natuurlijk aan het genereren met alle informatie die we daar hebben ingestoken. En we zien nu onze offerte en onze informatie die we daaraan gelinkt hebben. Dus we kunnen met deze offerte kunnen we verschillende kanten uit. We kunnen enerzijds die laten vervallen, moest het helaas gedaan zijn. Maar we kunnen die ook rechtstreeks door, met deze knop, ondertekenen klant, rechtstreeks doorsturen naar ons klantenportaal, waar dat die prospect digitaal kan gaan ondertekenen. Uiteraard, onze voorkeur gaat hier naar uit. Hoe digitaler, hoe beter. Maar toch merken we dat er vaak nog klanten of prospecten zijn die hun offerte via mail nog doorsturen met de handtekening. Dus dan heb je hier eigenlijk jouw pdf die je kan gaan opslaan om door te zenden. Je ziet hier onderaan ook het afdrukvoorbeeld dat toegevoegd is. Opnieuw, dit is een standaard die daarmee in zit. Kan aangepast worden naar jullie eigen wensen. Maar op dit moment, of op deze manier, helpt de CRM ons dus om een mooie offerte op te maken. Dus je ziet hier alle regels. De samenstelling van jouw offerte zit daarmee in. Eventuele contractinformatie zit daar automatisch mee in, moest het nodig zijn, enzovoort. Dus we gaan ofwel digitaal ondertekenen via dat klantenportaal, ofwel getekende offerte via bijlagen toevoegen. Als we op een van deze twee knoppen duwen, dan weet het systeem automatisch dat die offerte dus getekend is en dat dus die prospect een klant wordt, dat die een order binnenkrijgt. En het systeem, ik ga dat dus nu niet doen, we zijn, zoals we gezegd hebben, in onze live-omgeving. Als ik hierop klik, dan gaat het systeem denken dat deze fictieve organisatie effectief een klant geworden is, dus dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel even terug naar onze forecast om dan te tonen wat dat er precies gebeurt als we op die knop duwen. Als we onze order insturen, dan gaat het systeem dus automatisch deze op 100% zetten, dus die forecast ook sluiten. Die forecast is 100%, staat op akkoord en die wordt dan eigenlijk gesloten voor jou. Dus jouw verhaal opnieuw stopt en kan doorgezet worden naar de rest van de collega's. Door deze actie gaat ook controlling, onze controlling-collega's gaan op de hoogte gebracht worden, dat ze een abonnement mogen aanmaken voor deze nieuwe klant. En de laatste stap die je dan als sales zijnde natuurlijk nog moet doen, is het volledige traject doorgeven aan jouw consultancy-collega's om die verdere implementatie te gaan doen. En hoe doen we dat? Dat is hier door de uitvraag consultancy in te sturen, waar je dan eigenlijk nog heel wat informatie over jouw sales traject kan gaan ingeven, over die nieuwe klant, wat dat er afgesproken is, maar ook bijvoorbeeld een gewenste live-datum, of de specialekes bijvoorbeeld, die daarmee in zitten. Ga je allemaal mee hier aan jouw consultancy-collega's doorgeven. Opnieuw, jouw verhaal stopt. Met deze actie begint een nieuw verhaal voor de consultancy. Maar daar komen we in een ander webinar graag op terug met jullie. En die actie hebben we er recent, sinds een jaar, aan toegevoegd, denk ik, om de overdracht tussen sales. Vroeger ervaarden we vooral dat de sales heel veel informatie verzamelde. De prospect had, of de klant uiteindelijk op dat moment, had heel erg veel informatie gegeven aan de sales. En voor ons gevoel stopte het daar. En voor de klant zijn gevoel nog meer, want die moest opnieuw tijdens de projectinteken in ons geval terug zijn verhaal vertellen. Dus om die overgang zo soepel mogelijk te maken, niet alleen van sales naar consultancy, maar van consultancy naar support, doen we dat eigenlijk op dezelfde manier. Om dat verhaal door te trekken, hebben we die uitvraag consultancy daarin aan toegevoegd, dat het één verhaal blijft, dat we op voorhand voorbereid kunnen gaan naar de klant als projectleider, en dat de projectleider in ieder geval weet waar dat project over draait, en wat inderdaad de specifieke punten, de speciale, zoals Celine net zei, waar er zeker aandacht aan moet gegeven worden om zo goed mogelijk die eerste dag daar bij de klant te kunnen laten doorgaan. Voilà. Dit was dus het volledige traject van aanvraag, van download tot order, tot klant en tot uitvraag consultancy. En dan geef ik jou terug het woord, Jimmy. Zal ik jullie even meenemen in de manier waarop dat we al die data dan in een rapportering gieten. En als het goed is, zien jullie nu onze eigen Live Insight. Wat we daar straks zijn vergeten te melden hier op het scherm, staat ook een beeld waar dat jullie vragen kunnen stellen. Dus als er intussen vragen zijn, stel ze gerust, dan proberen we daarop in te pikken. Of als het wat moeilijk is, dan proberen we daar zeker straks op terug te komen. Dus ik ga de cijfers even laten zien. Dus dit is onze eigen insight van waaruit ik mijn sales doe, maar ook mijn managementtaken, mijn rapport. Oké, en wat moet ik daarvoor doen? We krijgen hier de melding dat de insight nog niet getoond wordt. Dupliceren. We gaan het nog proberen. Ja, dupliceren. Oké. Okay. Dus, als het goed is. Voilà, nu zien wij hem daar ook inderdaad. Dus sorry voor het foutje. Maar dit is dus onze eigen insight, dus van waaruit wij werken. Eigenlijk waar Lien net ook in zat, vanuit haar eigen insight.
per rol zie je net iets meer of van minder natuurlijk. Dus ik kan jullie meenemen in de cijfers van sales. En op dit moment opent die klik. ClickSense is een standaard integratie waar we voorzien hebben voor alle klanten. Ik zal hem even op groot zetten. En die trekt ook alle data live uit de database. Dus als er zo meteen een order gescoord wordt, dan zal ik dat hier ook direct in de cijfers zien. Dus wat je hier ziet, is het totaaloverzicht. Maar ik ga met jullie meteen mee naar onze afdeling Team Commercie. Dus dat is waar wij ons verhaal... Dat zijn wij. Inderdaad. Dat is onder andere Lien en haar team. En al die afspraken, al die downloads en dergelijke, die brengen we natuurlijk ook inzichtelijk. Enerzijds hebben we daar targets op, doelen die we willen graag willen behalen. En anderzijds willen we ook zien wat voor afspraken hebben we en uiteindelijk welke omzet volgt daaruit. Dus je ziet hier dat we per maand en per jaar inzichtelijk brengen hoeveel afspraken dat we maken per bedrijfsgrootte. Dus kleiner als 200, tussen 200 en 1000 en groter als 1000. Hier links heb je eventueel ook nog een mogelijkheid om te filteren per team, per team commerciemedewerker bijvoorbeeld. Maar dit is in ieder geval de globale cijfers, waaruit de download en afspraken een 15% conversie is. Dus deze totale, 15% van de downloads creëren deze totale en afspraken. We zijn redelijk selectief in de afspraken die we maken. Vandaar ook deze die je hier ziet. Dus de sales beoordeelt bij ons ook telkens of de afspraak goed of slecht is. Het is heel zwart-wit, maar het is ooit... goed om dat zo zwart-wit uit te drukken, omdat dan ook heel vaak het gesprek ontstaat. En vanuit Team Commercie is de bedoeling dat we goede afspraken maken, maar ook relevante afspraken. Dus dat we niet heel veel afspraken maken en heel het land door aan het rijden zijn of tegenwoordig online. Dus dat valt op zich nogal wat mee, maar we proberen wel de afspraken die we doen ook kwalitatief te beoordelen en in te plannen, dat de sales niet zomaar naar daar gaat. Dus 15% van die download vanuit onze website zijn omgezet naar een afspraak waarvan... Dus uiteindelijk een 1550 afspraken in totaal gemaakt zijn. En daarvan zijn een duizendtal afspraken gewoon goed beoordeeld. En dus slecht is niet altijd per se slecht. Kan ook iets op lange termijn zijn. Maar goed wilt in ons geval zeggen dat er budget is, een project is. En dat er ook gewoon met de juiste persoon aan tafel gezeten wordt. Al die afspraken op dit moment hebben in september een omzet van €90.500 gerealiseerd voor ons. Dat is onze maandlicentie. En in totaal dit jaar iets over het miljoen aan nieuw business omzet. Het vervolgmoment, als die afspraak vanuit Team Commercie aangemaakt is, en dan zag je net het verhaal, is dat dan de forecast opgesteld wordt. En die forecast die brengen wij ook inzichtelijk. Dat is voor ons natuurlijk een heel erg cruciaal middel om te sturen of dat we onze targets per maand en uiteindelijk ook per jaar gaan realiseren. Dus in deze pagina... zie je op dit moment wat er in forecast nog open staat. Dus dat zijn de lopende sales trajecten waar we niet gescoord hebben. En de aantallen forecastlijnen, dus waar we mee bezig zijn. Dus we hebben grotere klanten, wat kleinere klanten. En dan zie je ook nog per sales, en dit zijn verschillende sales waar we, die bij ons in team zitten, wat is het per maand gaan scoren. En hier zie je bijvoorbeeld Alfred Bonen, die gaat in mei nog... €4000 scoren. Dat wil zeggen dat het of nog in zijn tas zit, of dat er misschien iets niet goed bijgewerkt is in de forecast. En hetzelfde zie je hier bij Stefan. Die gaat in vorige maand ook nog iets in scoren. Dus uiteindelijk is de bedoeling natuurlijk dat de maanden die voorbij zijn, daar kan eigenlijk geen forecast meer invallen, tenzij dat die nog ingestuurd moet worden natuurlijk. Wat wel belangrijk is, is dat je zo de toekomst wel in kan kijken wat je per maand verwacht aan realisatie te gaan doen. Dus uiteindelijk hebben de sales hier een bepaald budget. De realisatie die ze op dit moment hebben gedaan, wat ze nog aan forecast hebben. En de forecast is bij ons het gewogen bedrag. Dus de bedragen, de totale, die dan procentueel verrekend worden. En dan heb je trajecten van 10 en trajecten van 90% bijvoorbeeld. En als je die uiteindelijk uitvlakt ten opzichte van elkaar, dan heb je op zich wel een redelijk realistisch beeld van de totale die in sales nog gaat halen. En dan zie je hier achterliggend ook nog de dichtraming. Dus als we die trajecten scoren zoals dat er nu in staat, hoe ver gaat dan een sales uiteindelijk boven of onder zijn target zitten. Je ziet eventueel ook de forecast details. En de details zijn echt de trajecten waar we op dit moment mee bezig zijn, die in de detail zitten. De verwachte einddatum, dus wanneer gaan we die scoren. Dus deze gaan we blijkbaar in 2026 scoren. Dus dat is een traject dat heel erg ver in de toekomst zit. Maar er is een traject dat ook nog op nul staat. Dus dat betekent voor ons, dat is een beginnend traject waar we nog niet geweest zijn en dat we dus stelselmatig verder gaan uitbouwen. Uiteindelijk, die forecast die gescoord zijn, dat is altijd belangrijk om te weten waarom dat we iets scoren.
misschien belangrijker om te weten is waarom we iets niet scoren. En daar kunnen we dan niet altijd, maar kunnen we misschien wel iets aan doen. En hier aan de rechterkant zie je dus de reden waarom een forecast afgelegd is. En dat kan bijvoorbeeld zijn omwille van functionaliteit, omdat ze het ons niet gunnen, want uiteindelijk het is toch een mensenbusiness. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn, en dat is in ons geval gelukkig niet te vaak, dat licentie wel te duur blijkt te zijn. Dus als ik daar mijn filter op toepas, dan zie je hier aan de linkerkant meteen de cijfers die aangepast worden. En dan zie je op dit moment dat we een kleine €38.000 aan maandomzet zijn misgelopen, omdat we blijkbaar te duur waren. We kunnen daar nog een verdieping in doen waar we dan te duur op zijn. Maar in de algemeenheid is dat dan heel vaak de licentie die een concurrent net iets goedkoper aanbiedt en waar we dan uiteindelijk de deal niet door scoren. Als we hier de filter terug uitzetten, dan pakt hij weer alle data en dan heb je weer het globale overzicht. Dus klik is ook echt wel heel erg handig. En ik laat er nu maar een paar zien om echt door te drillen tot op het diepste niveau, om dan uiteindelijk strategische keuzes te kunnen gaan maken. Uiteindelijk die forecasten die gescoord zijn, die komen in de dashboards van de realisatie. En de realisatie is hier op dit moment een kleine 1,5 miljoen aan maandomzet, waar we, en dit is heel Afrika, België, Nederland en de Antillen. En op dit moment hebben we dit nog in de forecast zitten, wat je eigenlijk net ook zag. Verder zie je hier ook de verschillende segmenten waar we op actief zijn. En zie je ook de verschillende sales met de realisatie. Dus we zaten net in een overzicht van sales en de forecast waar de realisatie ook in te vinden was. En dit zijn echt enkel de realisaties per maand die een sales gehaald heeft. En zo zie je per maand natuurlijk wie wat qua omzet haalt. Onze intentie is altijd voor ieder sales om een redelijk stabiel parcours te lopen om op het einde van het jaar eigenlijk zijn touwen dicht te zetten en niet met pieken en dalen. Want dat is heel vaak frustrerend voor een sales. Dus we proberen ze daar altijd in te begeleiden. En ook die ambitie hebben ze natuurlijk altijd zelf om een stabiel koers richting het einde van het jaar neer te zetten. Uiteindelijk zitten we hier in totaal op 75,6% van het jaartarget op zich. Zeker als je ziet wat we nog in de forecast hebben zitten, zullen we ons jaartarget wel dichtzetten. Maar zoals iedereen wel weet, dat corona heeft op zich ook voor ons wel wat vertraging op gezet of verzorgd. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we daar zeker gaan geraken. Dus tot hier, rapportering. Als hier vragen over zijn of specifieke punten, komen we daar zeker later graag een keer op terug. Moet ik weer wisselen van het scherm, Brent? Of is het goed? Nee, voilà. Dus tot daar onze sales aanpak. Dus uiteindelijk, ik gaf het net ook al aan, eens die sales enthousiast of die klant enthousiast is gemaakt door de sales, is het ook heel erg belangrijk om die klant enthousiast te houden. Want we kunnen aan de ene kant wel nieuwe sales binnenhalen, nieuw business, maar als die door het lekkend kraantje achteraf weer terug de achterdeur uitgaat, dan groeien we natuurlijk niet als organisatie. Dus wij proberen ook bij AFAS de klant nadat ze getekend hebben, continu in de watten te leggen en vooral heel erg veel aandacht te geven. En uiteindelijk baten we daar als sales natuurlijk ook weer bij dat de tevreden klanten natuurlijk ook weer dat kunnen gaan roepen in de markt. Dus het uitgereisd kadertje, het vinden van de prospecten. We kunnen ook nog heel erg veel vertellen over marketing en de andere manieren om die klanten te vinden. Maar we hebben net dus van aanvraag tot klant behandeld. Uiteindelijk ga ik nu een paar voorbeelden geven hoe dat wij ermee omgaan om die klanten dan te bouwen en ook echt te verbinden, connectie te leggen met die klanten om ze uiteindelijk enthousiast te houden en zo lang mogelijk klant bij ons te laten blijven. De eerste is het inspiratienetwerk. Wij krijgen, zoals heel vaak de sales, heel vaak de vraag van ja, hebben jullie een referent waar we eens een keer op bezoek kunnen gaan? Natuurlijk hebben we die. Alleen willen we daar niet al onze klanten te vaak mee belasten, want dat neemt natuurlijk wel weer tijd in. En toen hebben we bedacht, kunnen we daar niet een alternatief of iets van ronddenken of bedenken waardoor dat het makkelijk is de klanten die graag referenties bezoeken en klanten of prospecten inspireren om die in kaart te brengen. Daarom hebben we het inspiratienetwerk opgestart. Een inspiratienetwerk is een netwerk van topklanten, niet per se in de grootste omzet of in de grootste aantallen licenties, maar vooral klanten die breed het pakket gebruiken, die ook weten waar ze over spreken en vooral onze prospecten kunnen inspireren. Het inspiratienetwerk, daar kan je als klant, en een aantal van de kijkers hier zit daar natuurlijk ook in, kan je als klant ook zelf aanmelden. Een aantal goede klanten vragen wij ook, die daar zelf misschien nog niet over na hebben gedacht. Er zitten een aantal voorwaarden aan, maar er zitten ook een aantal voordelen aan natuurlijk. Dus dat je als klant dat niet zomaar doet, maar dat je ook iets in de plaats doet. Maar in ieder geval brengen we zo een kaart van de klanten die het graag doen om zo makkelijk voor onze sales een referent te kunnen vinden.
Dat lijstje brengen we inzichtelijk aan onze insight-kant. Dus ook de sales die de klanten niet kent, of in ieder geval niet weet bij wie dat die precies terecht kan, kan op deze manier makkelijk de referenten vinden. We weten direct welke klant het is, in welke sector dat te vinden is bijvoorbeeld. En vooral, welke onderdelen kunnen daar als referent bezocht worden. En die leggen we ook vast op de klant. Dus die kan de klant zelf vastleggen, of kunnen wij voor de klant vastleggen. Dat de sales die op zoek gaat naar een referent ook snel inzichtelijk heeft dat hij in dit geval als eerste voorbeeld voor bijvoorbeeld payroll bij deze prospect of bij deze klant terecht kan. En de andere kant heb je een projectenorganisatie waar je voor projecten terecht kan. En op die manier zien we ook heel makkelijk wie waarvoor als referent kan dienen. Dus dat maakt natuurlijk een goede referent, maakt een enthousiaste prospect en dat creëert natuurlijk vertrouwen. Wij als sales kunnen natuurlijk zeggen dat we zijn de beste. Dat zal heel vaak wel zo gezegd worden, maar een klant die het vertelt en het ook echt laat zien, creëert natuurlijk wel meer vertrouwen. Een andere actie die we doen, en het is ook alleen maar om jullie te inspireren of een idee te geven op welke manier dat je daarmee kan omgaan, is een klantactie van de Customer Get Customer. Dus op het klantenportaal hebben we een pagina waar je als klant nieuwe mogelijke klanten zou kunnen gaan aangeven. En dat gebeurt wel regelmatig, omdat meestal de zaakvoerders of de HR-managers of mensen op een bepaalde functie toch een bepaald netwerk hebben, dat ze toch ooit horen in de markt dat er een bepaalde organisatie op zoek is naar HR of ERP-software in onze markt, in ons geval. En die kan je dus aangeven via het klantenportaal en in ruil krijg je daar een van die cadeaus bijvoorbeeld. Of kan ook een groepscadeau zijn wat je op bedrijf neerzet, maar we willen daar ook natuurlijk iets voor in de plaats doen. En dan een laatste die voor ons ook heel erg cruciaal is, daar zijn we een tijd geleden mee begonnen, is de NPS, de Net Promoter Score. Misschien zegt dat niet voor iedereen iets, maar meet de klantloyaliteit en druk die uit in een cijfer. Alles boven 0 is heel erg goed, alles boven 50 is excellent. Dus daar is heel erg moeilijk aan te komen. Je ziet hier bij ons op dit moment is het plus 13, dus we doen het heel erg goed. En die NPS die is voor ons belangrijk, omdat die in kaart brengt welke klanten van ons promoters zijn, neutrals of critici. De promoters zijn natuurlijk de meest belangrijke mensen, want die gaan het ergens verkondigen. Die kunnen we ook inzetten voor onze klantverhalen, voor op klantevenementen. En die gaan het natuurlijk ook in de markt uitbrengen. En die brengen ons ook weer nieuwe leads als sales. Dus hoe meer promoters dat we kunnen maken, hoe belangrijker. Dus vandaar dat we een heel aantal acties, waarvan we hier een aantal voorbeelden geven, om die klanten echt in de watten te leggen en uiteindelijk van neutrals, wat er heel veel zijn, uiteindelijk naar die promoters te krijgen. Die NPS wordt bepaald door een heel aantal vragen die gesteld worden en die zorgt ervoor dat je dan een bepaalde score krijgt. Dus hier links in onze klik, ik laat het niet live zien omdat het een redelijk grote dashboard zijn, maar hier aan de linkerkant zie je een heel aantal vragen die gesteld worden en daar krijg je dan direct de antwoorden op en dan zit er een bepaalde formule in die uiteindelijk die score bepaalt. Dus die 13 die zag je net hier en dan kan je in ons geval ook weer per sector gaan bekijken welke sector doet het goed, welke sector doet het minder goed. En daarop gaan we natuurlijk ook weer onze klantmarketing op aanpassen. Dus we doen niet enkel marketing naar nieuwe klanten om nieuw business te genereren. We doen ook marketing naar bestaande klanten om uiteindelijk een relatief tevreden klant naar een echt tevreden, enthousiaste klant te brengen. En dat is de manier waarop we die inzichtelijk brengen om uiteindelijk heel de AFAS-klantendatabase gelukkig te maken. Dus tot daar onze presentatie. Ja. We hopen dat jullie er iets aan gehad hebben. Als er nog vragen zijn, je kan ze altijd in de chat stellen of contacteer mij of Lien of iemand van AFAS die je hier kent als er verder specifieke vragen zijn. En dan komen we daar heel erg graag op terug. Dankjewel.